In Zeeland zijn we vandaag bij twee pittige buurvrouwen. Ik ben Machteld en dit is mijn terras. Een beetje kaal. En ik ben Chantal en dit is mijn terras. Tja. Daar moet ik nou gezellig een kopje koffie drinken. Het lijkt wel een parkeerplaats. Tja, nou het zegt. Dat kan toch niet? Het is nu wel klaar inderdaad. Hier moet meer groen in. Kan je wel zeggen. Volgens mij ben ik ook wel toe aan wat nieuwe meubeltjes. Dat vind ik ook wel, ja. Het is tijd voor de burenruil. De dames gaan elkaars tuin even lekker onder handen nemen. En daar krijgen ze een budget van €250 voor. Niet gek toch, ladies? Hallo? Ach ja, die zijn inmiddels met al hun aandacht bij het vullen van de winkelkar natuurlijk. En dat gaat best goed zo te zien. Machteld kiest voor de kleur wit in de tuin van Chantal. Terwijl Chantal op haar beurt kiest voor roze tinten. We houden het tempo hoog. Wacht even, Machteld, die witte plant daar. Ja, ja, dat is een hoogtepunt. Die moet echt mee. Fantastisch. We gaan hartstikke goed. Ik word hier enorm blij van. Het is een lentevreugde. Het is heerlijk. En met piepende bandjes door de bochten. Nee, niet die Chantal. Wat doe je nou? Nee, dit is niks. Ze houdt van blauw. Ja, beter? Beter. Ondertussen komt ook bij Machteld de damp van de bandjes. De dames zijn in ieder geval bloedje fanatiek. Daar valt niets over te zeggen, zo mag ik het zien. En bij een mooie tuin hoort natuurlijk een fijne tuinzet. Die lijkt gevonden, ja. Prachtige stoelen. Beetje lastig mee te nemen misschien. Maar dat mag de pret niet drukken. Ze blijven maar scheuren met die karren. Oh, daar is de mevrouw van de kassa. Dan is het nu tijd voor het moment suprême. Er moet betaald worden. Zijn ze binnen het budget gebleven? We gaan het zien. Wat? Ah, geen paniek, Machteld. Want wat je nog niet wist, is dat je de tuinzet van ons krijgt. Hysterisch gelukkig ben je. Ook Chantal kijkt moeilijk. Bloednerveus. Maar wat wordt het bedrag? €246. Yes, yes, yes. Gelukt. Machteld heeft het goed aangepakt. Die regelt vervoer op stand. Dat is heel charmant, zo'n eigen chauffeur. Ja, Chantal blijft een beetje beduustachtig. Dat is even slikken voor haar. Dan nu. Tijd om de boel lekker op te pimpen. Die bank stond er al, kan ook prima gebruikt worden. En met deze tuinzet erbij is het nu in ieder geval onmogelijk om er nog een parkeerplaats van te maken. Wat ziet het er al goed uit, zeg. Ondertussen zorgt Chantal voor wat kleur in de kas. Ach, dat wordt toch ook alweer heel gezellig. Bij Machteld de laatste puntjes op de i met deze speciale tabletten. Ja, kijk eens even. Dan krijgt de plant precies de juiste hoeveelheid voeding. Ben je een beetje tevreden? Dit vindt ze echt leuk. Ik zeg niets meer aan doen. Chapeau, met een diepe buiging. Buurvrouw Chantal zet ook nog de laatste plantjes op de i. En koos voor deze mooie campanula. Die vorstbestendig is en zowel binnen als buiten kan staan. Hé, maar dat zijn gele plantjes. Maar dit is voor de kinderen. Ach, zelfs daar is aan gedacht. En dan nu de onthulling. Echt? Wat gaaf! Gaaf is het zeker. En je kunt er direct van genieten, want de zon schijnt vandaag. Pak je moment, is het niet heerlijk? Wat een schitterende bloemen en wat een uitzicht. Door naar de tuin van Machteld. En? Ik vind helemaal niks. Ja, dat zal wel. Jawel, ik vind het prachtig. Oh, gelukkig. Ik voelde toch bijna een burenruzie opkomen. Maar Machteld heeft naast tuintalent blijkbaar ook nog acteertalent. Is dat nou champagne? Ach, waarom ook niet? Mevrouw, bedankt. Over het mooie terras. Met heel veel gezelligheid en een heerlijke lange warme zomer.